Erin Sonkaya, Vrede, Luipers en Van Dessel. Dan Van der Leur in de basis. Gregor van Dijk en Soetaars en verder Zavarin, Anastasiou en Lawal. Bij FC Den Bosch staat Mampai tussen de palen. Een massieve vijfmans defensie. Faber, Uneken, Van der Hoorn, Veenhoff en Pelen. Vervolgens Mourad, Michels, Dekker en Maximiano. En welbeschouwd is er één spits, Van den Ede. De commentator is Jeroen Gruter. Roda gaat aftrappen tegen Den Bosch in de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Georges Lekens. En de hand van de Belgische trainer is onmiddellijk zichtbaar in het team. Want terug Erik van der Leur in het elftal van Roda JC. Van der Neden. Achterover getrokken door Gilio Vrede. Scheidsrechter Luinge roept onmiddellijk Van der Neden en Vrede bij zich. Tikje met het been van Van der Ede en de reactie van Vrede. Vrede. Dit keer zonder overtreding. Dekkers. Vrede. Trap na bij Van der Ede. En Luigen moet dat hebben gezien, want hij volgde het duel, maar hij doet niets. Het duel tussen Regilio Vrede en Bart Van der Ede. Van der Ede glijdt weg. En dan zet Vrede toch doelbewust de noppen op de borst van de Belg. Niet zo fraai. Van der Hoorn. Michels. Van der Leur. Sonkaya. Ruimte voor een voorzet. Maar Sonkaya maakt het zichzelf niet makkelijk. Toch komt de bal voor. Lawal. Anastasiou. Anastasiou. Knap ingeschoten. Maar Mampai kan zijn vuisten er tegenaan zetten. Langzaam schuift Roda op in de richting van het doel van Den Bosch. Luipers. Met een schot dat in de handen van Mampai terechtkomt. Soetaars. Overtreding Jan Veenhoff. Van der Leur. Mampai twijfelt. Maar Anastasiou kopt naast. Uitstekende vrije trap van Erik van der Leur. Mampai zit er helemaal naast, maar de Griek laat deze mogelijkheid liggen. Het is niet voor niets dat FC Den Bosch vijfde staat met 8 punten uit 5 wedstrijden. De ploeg speelt gegroepeerd, gedisciplineerd, geeft weinig mogelijkheden weg. Maar dit is een hele grote en die wordt niet onbenut gelaten door Tom Soetaars. De Belg straft een moment van onoplettendheid af in de defensie van FC Den Bosch. De ban is gebroken. Lawal. Sterk. Soetaars terug op Van Dessel. Van der Leur. Prachtig geschoten. Dit is het voetbal dat het publiek in Kerkrade wil zien. Mourad. Dekkers. Van der Ede. Geef hem die ruimte niet. Mourad. De grootste kans van Den Bosch op de gelijkmaker. Zavarin. Soetaars van grote afstand. En wat een doelpunt. Wat een doelpunt van Tom Soetaars. 30 meter is toch gauw de afstand. Maar hij neemt hem vol op de wreef. En via de onderkant van de lat slaat de bal als een granaat in het net. De laatste minuten van de eerste helft. Roda zal zeer tevreden zijn met de gang van zaken. En die tevredenheid had nog groter kunnen zijn als Anastasiou er hier 3-0 van had gemaakt. Van Dijk, Anastasiou biedt zich aan. Kaatst met Van Dijk, mooi geschoten.
Anastasiou. Laval is de bedoeling. Faber levert de bal zomaar in. Laval. Laval voor langs. Terwijl Zafarin kwam inlopen en ook Anastasiou vrij stond. Laval. Anastasiou. Daar komt Soutaars. Laval. Twee kansen binnen de minuut. Maar geen doelpunt. Helemaal vrij. Garba Laval. Zafarin. Van Dijk. Anastasiou. Komt er niet aan. Dit keer is Faber niet zo weggeverig. Zafarin meegenomen door Uniken. Die de eerste gele kaart van dit duel krijgt. Van der Leur. Daar komt Anastasiou. Maar daar is nog altijd niet 3-0. Het enige wat er voor Roda nog te wensen overblijft is een doelpunt voor Yannis Anastasiou. De Griekse spits snakt daarnaar. Michels. Goed gedaan. Vrede is weg uit het centrum. Van der Neden met Sonkaya in de achtervolging. Nog altijd Bart van der Neden. En bijna 2-1. Maar de vrijtas kon net zijn been niet uitsteken na het goede voorbereidende werk van Bart van der Neden. Dat was plotseling toch erg dreigend. Zafarin. Geraakt door Uniken. Die moet oppassen, want hij heeft al geel. Van der Leur. Luipers en Vrede maken meters in het 16 meter gebied. En het is Vrede die de vrije trap van Van der Leur verlengt. 3-0 voor Roda JC. De wedstrijd is beslist. En na ruim een uur heeft Roda al meer gescoord dan in de 5 voorgaande wedstrijden bij elkaar. Faber. Nog een balletje binnendoor. Moerad. Vrede legt de bal klaar voor de vrijtas. Maar onder druk van 3 verdedigers schiet hij over. Maar weer zo'n rare actie van Regilio Vrede. Die heel vaak ruzie met de bal heeft. Wat loopt het dan goed af voor Roda JC? En met name Vrede. Luipers. Berglund start achter Uniken weg. Berglund, daar komt Anastasiou. En nu moet het dan raak zijn. En is het raak. En heeft hij eindelijk zijn doelpunt te pakken. Al komt een groot deel van dit doelpunt natuurlijk dankzij het voortreffelijke voorbereidende werk van Frederik Berglund. Roda JC. Van der Laak. Moerad. Van der Neden met 4-1. Het zal de spanning niet meer terugbrengen in de wedstrijd, maar het is een uitstekend doelpunt. De voorzet van Van der Laak, teruggelegd door Moerad. Van der Neden kan dan eenvoudigweg niet meer missen. Een publiekswissel voor Tom Soutaars, die Roda op het goede spoor zette. Met 2 doelpunten in de eerste helft, waarvan 1 hele mooie. En zijn vervanger is Gersende. Mampai. Overtreding. Luipers bestraft met een vrije trap. Van der Hoorn gaat dat nog maar eens proberen. Fred van der Hoorn. Zo slecht nog niet. Die stoel zit lekker, moet Lekens denken. Van der Leur. Roda wint met 4-1 van FC Den Bosch. En heet Jorge Lekens dus hartelijk welkom in het Parkstadstadion in Kerkrade.
De eerste overwinning na 4 nederlagen op rij voor de Limburgers. Die eindelijk weer het goede pad aan het bewandelen lijken te zijn. En Lekens, hij zal tot zijn genoegen constateren dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met Rode JC.